wat een woede en wat een boosheid bij mijn vrienden in Rotterdam. Ja, en ik begrijp het. Ja, er zijn veel mensen in Nederland die snappen er niks van. Die denken, ja, waarom zijn die gasten, dit legioen van Feyenoord, waarom zijn die zo kwaad? Waarom zijn die zo boos? Waarom zijn die zo op hun ziel getrapt? En dan krijg je ook van die hele vreemde reacties op die social media. Ja, en dan noemen ze die Berghuis, noemen ze een rat. En ze noemen hem een NSB'er. En een verrader. En een Judas. En allemaal dat krijg je in zijn hoofd. En ik begrijp dat wel een beetje. Ik keur dat niet goed, helemaal niet. Want dan denk ik, jongens, laat gaan. En wees niet zo kwaad. Maar toch, ik begrijp dat. Want wat er zit in Rotterdam, dat is frustratie. Frustratie, en die komt nu naar boven bij die overgang van Berghuis naar Ajax. Het is die enorme frustratie ten opzichte van Amsterdam. Dat niet alleen, maar ook ten opzichte van Ajax. Want in 20 jaar is Feyenoord maar één keer kampioen geworden. Ja, en al die jaren moeten ze maar toezien dat Ajax overheerst en dat Ajax kampioen wordt en dat Ajax succes heeft in Europa en Ajax financieel maar groter wordt. En dat zet zo'n verschrikkelijk kwaad bloed. Dat kunnen ze gewoon niet verdragen in Rotterdam. Dat is één. En dan zien ze ook nog een keer dat hun eigen bestuur het legioen gewoon laat zakken. Wat voor een contract sluit je af met Berghuis? En dan zeg je gewoon, als je nog een jaar te gaan hebt, je beste speler, die laat je dan gaan voor 4 of 5 miljoen. Dat ziet de aanhang van Feyenoord gebeuren. En die maken zich dan niet alleen zorgen, maar zijn ook dan weer woedend op hun eigen bestuur. En dan 3. Ze voelen zich enorm in de maling genomen door die Berghuis. Ja, want die Berghuis die heeft hand in hand staan zingen. En die kuste elke keer het logo. Ja, natuurlijk. En nu stapt hij over, ja, naar Ajax. En ik begrijp dat ook niet. Want dan denk ik, Berghuis, je kan kiezen uit. Er zijn geloof ik alleen al in Europa 3000 clubs. Hey, of kijk naar Amerika, ga lekker in Miami voetballen. Dan had iedereen gezegd bij Feyenoord, de hele aanhang had applaus gezegd. Nou geweldig, we gunnen je die transfer. Veel plezier en veel succes. Nee, van al die clubs in de hele wereld moet Berghuis nou net uitgerekend naar Ajax. Ja, en dat kunnen ze niet verdragen in Rotterdam. En dat snap ik!